Zo, wat is het koud op de fiets, zeg. Goedemorgen, het is zondag. Goedemorgen, ik ga naar Mila toe. Nou, dat weten we niet. We gaan het proberen. Ik, hoe heet het? Ik heb nog geen make-up op. Ik heb mijn pyjama aan, maar ik heb mijn jas aangetrokken. Dus ja, we willen kijken of Mila thuis is. Ik zei nou, we lopen wel even. En als soms je het sabbel hoort, is het Annabel. Ja, ze heeft de pop bij zich. En soms is het gewoon leuker om ergens gewoon heen te lopen en aan te bellen. In plaats van bellen en appen. Dus ik zei nou, het is een heerlijk zonnetje. We hebben even een klein wandelingetje en dan gaan we even kijken of je daar kan spelen. Oh, dat had heel erg zin in. Marco is aan het klussen. Dus ja, dan hou je het van het geklus. Nee, al tijd erop te horen. Nee, en dan kan ze ook gewoon veel minder in huis. Dus ik denk, nou, we proberen het. Maar ik denk, lopen in pyjama kan niet. Ik kom net allemaal buren tegen, allemaal badjassen, pyjama's, noem maar op. Dus ik denk, nou, het is echt wel pyjama dag vandaag. Oh, sorry, ik kreeg een appje. Ze reist met Lola en Nona lekker aan het buiten spelen. En ik zag net in de post dat ik mijn foto's binnen heb. Die moeten gisteren zijn binnengekomen nadat we zijn weggegaan. Daar zat ik op te wachten. En het is een aardige stapel foto's geworden. En dit was natuurlijk maar, kijk, van een hele kleine periode eigenlijk nog maar. Dus dat gaat echt nog meer werk worden alweer dan ik dacht. Dus dit er allemaal uit. En dan ga ik ze even in die map die ik vorige keer had. Ik film altijd scheef als ik bezig ben, echt. Ga ik ze even op de juiste manier ertussen doen. Oh, sommige dingen zijn zo schattig. Dit zijn geen foto's. Kijk, dan zeggen de eerste pasfotootje ooit. Echt te cute. En dit was de making of erbij. Echt heel leuk. Dit was tijdens een baby shower. Ik ga overal voor die ene goede foto. Kijk, het zit, heel veel zit door elkaar. Oh. Ah, dit is ook zo schattig. Of deze dan. Dit is een van de eerste hapjes. Echt te leuk. Met al zien, maar echt. Foto's liggen echt random door elkaar. Omdat ze op naam werden gesorteerd in het systeem. Oh, iemand aan de deur. Ik ben heel druk foto's aan het uitzoeken, maar het is best wel een karwei. En in mijn scherm heb ik hier staan welke we zoeken. Dus Sarah is heel lief aan het helpen uitzoeken. En je doet het echt heel goed. Ik ben trots op jou. Het is wel helemaal niet slap, maar het wordt echt helemaal donker al. Ik heb toch make-up op mijn gezicht gesmeerd. Want ik wilde eigenlijk make-up vrij, maar we gaan uit eten. Dus ik ga niet koken. En we gaan lekker Argentijns eten. En daar heb ik zin in. Dus we even alles aan het uitzetten. En we gaan weer op de fiets. Ik vind dat we echt goed bezig zijn dit jaar. Ik ben er gewoon trots op. Echt. Zo, wat is het koud op de fiets, zeg. Ik heb echt mega gezellig lekker gegeten. En het was allemaal helemaal leuk. Maar de fiets terug dacht ik echt van, oh, waarom gaan we fietsen? Terwijl ik heel trots ben dat we gewoon heel goed de fiets pakken. Ik ga nog even een stukje verder met mijn foto's en de thee aan het zetten. Want dan kan ik lekker opwarmen tenminste. Ik ben moe. Ik heb vierkante ogen. Dus ik ga lekker naar mijn bed toe. Ik wil je bedanken voor het kijken. Ik hoop dat het een beetje een leuke vlog was. Al heb ik volgens mij niet heel veel gefilmd. Vergeet je in ieder geval niet te abonneren en een duimpje achter te laten. Wil je reageren, kan het op mijn Facebookpagina Mama Ophakken. En dan hoop ik je morgen weer te zien. Doei doei!